De Chinese vereniging Xunfa Fuikon heeft vandaag boeken overhandigd aan lokale bibliotheken in Suriname. De overhandiging vond plaats in het verenigingshuis aan de Keizerstraat. Door de gemeente Den Haag en door tussenkomst van de Chinese vereniging in Den Haag zijn de boeken vanuit Nederland naar Suriname verscheept. Volgens Thompson Chung, voorzitter van de Suriname Chinese United Association, SCUA, gaat het om een grote partij tweedehandse boeken. En deze boeken is nog goed. En is zonde voor om de in Nederland. De mensen zeggen, oké, jullie gaan die vrachtkosten of inklaren betalen. Dan krijgen jullie gratis. Dus dat is goed voor ons land. Ja. Thompson Chung, voorzitter van de Suriname Chinese United Association, SCUA. Hij overhandigde vandaag de boeken aan de vertegenwoordiger, aan de vertegenwoordigers van de bibliotheken. John Walring, beleidsambtenaar van de gemeente in Den Haag, zegt dat er bijkans 8 bibliotheken en organisaties boeken gekregen hebben. Ja, iets meer dan 8, want de stichting Gemeenschap Senaat en Darm is een grote organisatie met meer dan 60 scholen over het gehele land. Die hebben ook een aparte container gehad. Maar ze komen boeken tekort. De container was niet gevuld. En die halen vandaag. Dus is eigenlijk, als je zegt, 8 organisaties. Het zijn meer dan 8 organisaties. Om welke gaat het? Welke organisaties? Het stichting Kinderboekenfestival. Een school Gouden Hart. Huizen Albertien. Die boeken een stichting uit Kommerwijn. Ik ken ze niet allemaal bij naam. Maar dat zijn de grootste. En de bibliotheek, het CCS. Niet te vergeten, een van de grootgebruikers. John Walring, beleidsambtenaar van de gemeente in Den Haag. We spraken hem vandaag na de overhandiging van boeken aan lokale bibliotheken en organisaties.